Norine Baan, 26 februari 1932. Pionier en theaterverdette van NAX. Norine Antoinette Baan werd geboren in het landbouwersgezin van Josefina Magdalena Georgestina Fabis en Emil Benjamin Baan. Met haar zus Esseline Fabis, de zangeres Maes, en broer Wilgo Baan, theatermaker, behoort Norine tot de pioniers van de organisatie voor gemeenschapswerk NAX. Op 24-jarige leeftijd werd ze lid van NAX en was al gauw de eerste voorzitter van de zang- en dansafdeling. Ze vierde als actrice grote successen in de folkloristische shows en toneelstukken van NAX, zoals Rudy, Het voetbaljongetje en Geheim in het gezin. Nadat ze in 1967 geslaagd was als kleuterleidster, werd ze hoofd van de peuter- en kleuterschool van NAX. In 1975 vertrok ze naar Nederland en was tot 1994 kleuterleidster bij de Anton de Kom Stichting en de Sophie Crash. Anno 2019 is ze actief lid van NAX Kulturu Posu en de stichting NAX Nederland. Van Suriname kreeg ze in 2018 de eremedaille in goud, verbonden aan de Ereorde van de Palm en van de stad Amsterdam in 2019 de Andreaspenning.